Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken nog vrij veel wolken over Nederland, maar in het westen breekt de zon af en toe door. En verder hebben we flinke temperatuurverschillen, want vanochtend is het in het oosten van het land maximaal 2 of 3 graden, in het westen van het land is het 7 of 8 graden. Er kan nog een enkele spat regen vallen, maar het wordt droog. Vanmiddag hebben we temperaturen tussen 3 en 8 graden, een afnemende noordelijke wind en vooral in het westen schijnt af en toe de zon. Dan gaan we naar de avond en dan verandert er, wat temperatuur betreft, best wel het een en het ander, want de koudere lucht wint weer iets terrein. In de nacht liggen de temperaturen rond het vriespunt in het binnenland. Het is droog met vooral in het westen opklaringen. Morgen dan nog wat zon in het westen. In het oosten kan in de loop van de dag wat motregen vallen. Temperaturen liggen zo tussen de 5 en 7 graden. De wind waait uit het westen en is zwak tot matig kracht 2 tot 3. Een rustige dag dus. En ook de woensdag verloopt nog vrij rustig. Met wolkenvelden dat wel. Nu vooral in het zuiden wat motregen. Donderdag kan er op meer plaatsen wat motregen vallen. En de temperaturen liggen op een graad of 8. Vrijdag komt er dan wat meer ruimte voor de zon. 7 graden. En er valt een enkele bui. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl